Goedemorgen, beste visvrienden. Hier zijn we weer. Prachtig weer vandaag. Het is de start van het voorjaar, dus je hoort de vogeltjes al fluiten. Het heeft deze nacht ijzig koud geweest. Allee, ijzig koud, het was iets rond het vriespunt, min 1. Maar ze geven vandaag 10 tot 12 graden. Dus het zonnetje is er stilletjes aan al aan het komen. En zoals ik al zei, je hoort de vogeltjes fluiten, dus het gaat een fantastische dag worden. Wat gaan we vandaag zien? Ik ga hier vandaag vissen op een commercial vijver. Het gemeentepark in Rumst, bij visclub Hofke ten Eiken. Waar ik ook heel de winter het wintercriterium heb gevist. Met altijd goede resultaten. Behalve afgelopen zondag. In de hoek waar je nu momenteel niet moet zitten. En de laatste weken zijn de winnaars altijd op deze stek gekend. De nummer 26. Dus hier gaan we vandaag ook onze sessie. En dan hopelijk ook op leuke visjes te vangen. Ik ga jullie tijdens de sessie ook meenemen in een aantal tips en info en productkeuze en materiaalkeuze wat ik zelf gebruik tijdens de wedstrijd en ook nu tijdens de sessie. We gaan het dus hebben over hoe je de stek moet uitpeilen, welke elastiekkeuze, draadkeuze, de juiste loodverdeling, ook heel belangrijk, dobberkeuze, qua materiaal ook de rollers. Want ik zie nogal veel aan de waterkant, dat is ergens persoonlijk dan voor mij, dat de juiste rollers niet worden geplaatst of verkeerd. Dus daar gaan we ook een beetje uitleg over geven. Voor de rest ja, hopen we natuurlijk op massa visjes. Hier zit zowel een visbestand van brasem en kleine karpertjes tot maximum 4-5 kilo. Er zijn een paar uitzonderingen, maar we hopen vooral veel beet te krijgen. En dat is de opzet van deze sessie. En jullie verder te helpen naar het seizoen toe dat er stilletjes aan het aankomen is. Dus het weer zit mee, dus het kan niet tegenslagen. Ik ga nu vooral mijn stek beginnen uit te peilen en daar komen we later dan op terug. Alvast, tot later. Zo, ik heb net mijn stek mooi uitgepeild en wat blijkt, we gaan vissen vandaag op 11,50 meter. Waarom die verre afstand? Het is nog altijd zeer koud deze tijd van het jaar, dus de vis kruipt zo diep mogelijk in de vijver. Ik had graag nog een stek gemaakt aan de kant, maar de afgelopen weken is er nergens echt veel vis gevangen in de kant. Dus dat gaan we vandaag ook niet doen. Dus we gaan ons concentreren op één stek op 11,50 meter. En waar ik gepeild heb, op 11,50 meter loopt de vijver stilletjes aan af. Dus hoe korter dat ik trek, kan ik mijn eigen mooi op het taluutje trekken. En daar gaat hij zeker mijn haas normaal gezien hopelijk afnemen. Ik heb gepeild met een pijlootje van 20 gram. Kan ik perfect de bodem met aftasten, kuiltjes, taluutjes, kan je perfect vinden. Ook af en toe het pijlood is heel brut in het water laten vallen. Of eventueel met een zwaarder pijlootje van een 30 gram. Dan kan je ook voelen of de bodem hard of zacht is. Hier is de bodem redelijk hard, dus we hebben hier niet veel slijk. Dus dat is ook perfect en heel gemakkelijk te bevissen. Mijn uitpeilen is volledig gedaan. Dus dan kan ik nu even mijn stek invoeren. Hier wordt vooral gevist met pelletjes van de club en kemp en maïs. Maar deze tijd van het jaar mogen we dus met maden vissen ook. Dus ik ga mijn stek minimaal invoeren met een klein beetje kemp. En een paar pinkies erbij, een kleine maden. En we gaan starten aan de haak met één grote maden en één kleine maden eraan. Dus ik ga nu even een klein cupje zetten, wel met de cupping kit, maar met het kleine potje. En daar komen we later ook nog eens over terug, over welke cup juist te gebruiken en waarom. Want daar gebeuren ook nogal sommige vergissingen mee. Hoe groter je de cup gaat gebruiken, hoe automatisch het automatisme dat we hebben, dat we meer gaan geven. Dus ik heb het kleinste cuppotje genomen. Een handvol,
paar vingertjes camper in. Een 10-15-tal pinkies erbij. En dat gaan we mooi op onze stek leggen. Probeer ook altijd een mooi richtpunt te houden. Hier is het nu perfect. En, zoals je ziet, ik probeer ook altijd een halve meter korter te kuppen. Dus de vis moet naar mijn stek komen. En die ga ik dan wel overvissen met mijn lijntje. Voilà, ik ben er klaar voor. Nog even een made aan de haak. En een pinkie erbij. Zo, ik ben er klaar voor. Ik hoop op wat visjes en we komen later terug hoe het verloopt. Voilà, zoals je ziet, de eerste vis die was ik kwijt. De tweede heb ik gevangen. Een mooie spiegelkarpertje van, ik denk, een 3 kilo, 3,5 kilo. En het was direct bij de inzet van de camp en wat losgeschoten maden dat ik direct reactie kreeg. Dus voilà, hij heeft er nog zin in. Ik ga deze alvast terugzetten en we gaan er nog enkele mooie exemplaren bij vangen. Tot later. Zo mensen, de sessie loopt perfect. We hebben al enkele mooie karpertjes kunnen vangen. Ook al een paar brasemtjes, dus het vlot zeer goed. En zoals beloofd gaan we een beetje dieper ingaan op de materiaalkeuze die we vandaag gaan gebruiken. En ook in het seizoen toe. En wat vooral heel belangrijk is, is de elastiekkeuze. Zowel winter als zomer is het belangrijk om de juiste elastiek te gebruiken. Ik zie soms aan de waterkant nu deze periode heel dikke elastieken. En ja, daar ga je veel meer vis mee afgeven dan vis in je net krijgen. Dus zoals vandaag zal ik jullie het tonen. Ik vis vandaag vooral in de winter en nu in de zomer ook enkel nog met de hybride elastiek. Je hebt er enorm veel controle nog over tijdens de vis die je aan het trillen bent. De holle elastiek, zeker aan te raden in de zomer, maar in de winter niet. Door de koude gaat de elastiek niet tot zijn recht komen. En dat doet deze hybride elastiek wel. Zoals vandaag, zoals u ziet, heb ik al gevist met de Pulakit. En dan is het interessant om zo dun mogelijk de soepelheid van de elastiek zijn werk te laten doen. En dan ga je ook die kleine visjes ga je gemakkelijk kunnen binnenkrijgen. Vandaag heb ik gevist met de 1.6 volle hybride. En voorzien van de juiste connectors.
Want sommige vissen met een dunne elastiek en een heel dikke connector. Dus in de hybride gamma hebben we 8 soorten van een 1.2 tot een 2.6 naar dikte toe. Vanaf de 1.2, 1.4, de 1.4 zou vandaag ook nog gaan, puur in de winter. De 1.4 gebruik ik enkel naar kanaal toegericht. Naar commercials toe vind ik hem iets te licht. Dus automatisch overschakelen naar de 1.4 en zoals vandaag de 1.6. Als je gaat vissen op brasem en je gaat vissen met een vaste elastiek, dus niet met de pullekit, dan raad ik aan op brasem de 1.4 en de 1.6. Deze zijn perfect voor de brasemvisserij. Heb je een klein beetje de gemengde visserij, zoals hier op deze vijver, en niet de extreme grote karpers, dan raad ik aan van een 1.6 tot een 2 mm te gaan. Ga je zuiver op de karpervisserij, dan raad ik zo aan van een 2 mm tot een 2.6. En die wordt dan vooral gebruikt, de 2.4, 2.6 wordt dan vooral gebruikt voor in de kant. Wij hebben in het gamma ook 4 soorten dakrons. En het is heel simpel. De micro gaat bij de 1.2 en de 1.4. De smal gaat bij de 1.6 en de 1.8. De medium, en zo gaan we per 2, de 2 en de 2.2. En dan de large gebruiken we voor de extreme dikke elastieken, de 2.4 en de 2.6. Maar zoals ik zei, het is extreem belangrijk van een soepele elastiek en de elastiek het werk laten te doen en niet altijd de vis proberen te heffen, maar de vis binnen te halen op je elastiek. Daarom probeer een zo fijn mogelijke elastiek te gebruiken, vooral nu in de koudere periodes. In het seizoen ga je daar minder last van hebben, omdat de vis echt vraatzuchtig is. En dan ga je minder last hebben van lossers. Dus daarom de juiste elastiek te gebruiken. Ik ga nog een beetje visjes verder vangen. En dan komen we verder terug op hoe ik mijn lijn prepareer qua dobber en loodzetting. Tot later! Ik heb net wat maden en wat kemp op mijn stek bijgevoerd om de vis netjes op mijn stek te houden, dat ik ze beet nog een paar enkele leuke visjes kan vangen. En zoals beloofd ga ik jullie nu vertellen over mijn lijnopstelling. Om te beginnen de dobber. Heel dikwijls de vraag: welke dobber moet je voor wat gebruiken? Ik ga vertellen hoe ik mijn visserij doe en dan zeker naar commercials toe en wat de voordelen zijn van welke dobber je best gebruikt. Vandaag heb ik gevist met het Chianti modelletje, of een heel slim modelletje. Waarom? Deze body heeft een heel fijn en toch heel gevoelige body. Ik vist met de F1. Dit is de maggot. Wat is het verschil er een beetje? De dikte van de bovenanten. Nu we in de winter aan het vissen zijn, of net voor het seizoen begint, vis ik liefst zo fijn mogelijk. Dus met een antennetje van 1 of 1,2 mm. De maggot daarentegen heeft dan weer een bovenantenne van 1,5. Dus ik zou zeggen, in de winter gebruik je een 1 of een 1,2 mm. Tijdens het seizoen gebruik je een 1,5. En voor in de kant of bij heel zware weersomstandigheden beter een dikke antenne van een 2 mm. Ook verschillende antennen
Deze antenne is een volle antenne, dus zal veel gevoeliger zijn bij koudere temperaturen of bij moeilijke visserij dan een holle antenne. De holle antenne heeft dan weer het voordeel, zoals vandaag als het zonnetje schijnt op het water, dat je deze holle antenne perfect gaat zien staan, ook op verre afstanden zoals 11 meter of 13 meter. Dan, zoals ik al zei, komen we tot bij het lichaampje. De meeste vis ik met een potloodmodelletje of dit Chianti modelletje. Als het zeer winderig weer is, dan ben je best dat je overgaat naar een body, een rugby modelletje zoals deze. Deze gaat veel stabieler staan in het water dan een potloodmodelletje of deze slim. Wat ook een interessant lichaampje is, is deze. En dan vooral voor de karpervissers, voor de pelletvisserij, diamantmodelletje. Wat deze body ook heeft, heeft een inline lichaampje, waardoor de draad rechtstreeks mooi door het lichaam gaat. Dus ook enorm sterk voor de karpervisserij. En met een dikke antenne, omdat je dan ook normaal gezien ook een dikke antenne met zwaarder aas gaat vissen. In plaats van een dunner antenne ga je meer vissen met maden of pinkies. En hier ga je verder overschakelen op macaroni, maïs of de pellet. Dan komen we tot de onderantenne. Daar hebben wij ook drie verschillentjes in. De meest stabiele, dus zoals voor in de winter, kan je best gebruiken de ijzeren onderantenne. Deze gaat automatisch bij het intwerpen van je lijn automatisch mooi verticaal direct in het water staan. Daarentegen heeft het wel het nadeel, zeker op karpervisserij, bij het minste plooien gaat deze beschadigd worden. Daarom is het interessant voor de karpervissers van een dobber te nemen met een fiber onderantenne. Deze gaat iets minder rap staan, maar is zeker zo sterk. En je mag je plooien, maar de stabiliteit is bijna hetzelfde als een ijzeren. En dan natuurlijk brasemvisserij, of waar ik zelf heel veel mee vis, bijna 80 tot 90% van mijn visserij, een carbonen onderantenne. Deze zorgt er ook voor bij het inwerpen dat de dobber heel langzaam zakt en dat je ook tijdens het zakken je beet gaat zien, waardoor je de vis kan verschalken. Dus, dit zijn drie dobbertjes, verschillende antennes, verschillende lichamen en verschillende onderantennes die je kan gebruiken voor op de commercials te vissen. En maak het niet te moeilijk. Zoek één of twee dobbertjes en raak de dobber gewoon. Weet hoe de reactie is van je dobber. En uiteindelijk ga je zien wat een beet is en wat geen beet is. Dus hou het simpel, maar kies de juiste dobber. Dan gaan we nu over verder naar de lijnopzetting. Dus zoals ik straks zei, onze elastiek, heel soepele elastiek, een 1.6 hybride. Dan gaan we verder naar onze lijnopstelling. Ik gebruik voor vandaag in de winter een 1300ste Reflo Power. Een redelijke sterke draad, ook al is in de winter, maar ik vis met onderlijnen. Dus 1300ste bovenlijn en een dobbertje zoals ik zei, de F1 Fine. Een 4x12, dus dat is ongeveer een 0,25 gram. Ook op mijn lijnopstelling, backshotje. Op mijn opslag, altijd nummertje 8, 1 of 2, naar gelang, of 3, naar gelang de weersomstandigheden. Dan zakken we door naar beneden. Dat is de loodopstelling. We zullen beneden beginnen. Ik heb een onderlijntje genomen, de voorgemonteerde, een 15 centimeter met haakje 18, de SFL, zeer fijn, zowel karper als brasem, deze tijd zeker sterk genoeg. En zoals u ziet, heb ik een bolletje 11 gemonteerd op mijn onderlijn. Waardoor doe ik dat? Omdat ik vind dat de twee lus-in-lus verbinding soms kan zorgen voor een verkeerde beetregistratie. Dus ik zal altijd een verkliklootje plaatsen op mijn onderlijn. En deze opstelling is in feite een omgekeerde. Deze loopt in plaats van af, loopt die op. Dus ik heb hier mijn eerste loodverdeling 15 centimeter. Nog een loodje 11, 15. En zo zakken we af naar 12,5, 10, 7,5, 5, 2. En uiteindelijk staan de loodjes bijeen. Deze lijnopstelling zorgt ervoor dat het haas heel langzaam zakt naar de bodem. En zeker deze tijd van het jaar is het nodig om de vis langzaam op...
dat de vis ziet wat het aas doet tijdens het vallen. En daar gaat de vis naar je stek komen. In de zomer is dat niet nodig, want dan is er is de vis hevig genoeg voor te willen azen. Dus, maar nu is het moeilijk voor de vis aan het azen te krijgen. Dus daarom deze loodopstelling. Zacht afzakkend. En deze zorgt dat je aas heel langzaam naar de bodem zakt. En voor de vis visueel zichtbaar is om je aas te detecteren. Mijn tweede lijnopstelling is de gewone traditionele die ik het meeste gebruik. Gewoon mijn bulleklood en twee vallootjes. Ook weer twee vallootjes van nummertje 11. Terug hetzelfde, onderlijn, 15 centimeter, 11 onderste van draad en ook een haakje 18e SFL. En met twee vallootjes en dan mijn bulleklood op een 30 centimeter. Dus een mooie verdeling, waardoor mijn aas veel rapper gaat zakken en direct op mijn stek zit waar ik de vis ga proberen te haken. Dus hiermee, dit is mijn lijnopstelling. Deze wordt zowel in de winter als in de zomer, maar vooral in de zomermaanden, is deze de meest effectieve lijn die ik ga gebruiken. En ook zou ik durven, naarmate hoe de visserij, kan je nog altijd schuiven met één verkliklootje of schuif ik er een tweede bij. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik ga nog proberen een paar visjes te vangen, want de zon is stilletjes aan het zakken. Maar ik kom later nog eventjes bij jullie terug voor een kleine info. Dus ik ga nog een visje vangen en hopelijk tot later. Zo mensen, de sessie zit erop voor vandaag. De laatste uurtjes waren een beetje moeilijk, ook omdat we zoveel filmen en een paar pauzetjes nemen. De visjes hebben het geweldig gedaan. Ze kijken er al uit naar de warme temperaturen die er gaan aankomen. Ik heb alvast genoten vandaag van het schitterend weer. Het laatste ding dat ik nog wil vertellen is over de polerrollers. Een artikel dat soms veel te weinig aandacht wordt aan besteed en de juiste positie hiervan. De bedoeling is niet alleen om je hengel te beschermen, want tenslotte de hengel is een van de kostbaarste dingen die we meenemen aan de waterkant. Dus daar alleen dat de hengel niet op de grond ligt, maar ook gemakkelijk voor het in- en het uitschippen van onze hengel. Daarom geef ik mee zonder je topset, want je topset breek je af voor je vis te scheppen. De eerste twee delen die leg je net aan het begin van de eerste roller. De volgende twee delen leg je op je laatste roller. Daardoor liggen ze mooi in balans en ga je heel vlot in- en uithalen van je hengel. En in een soepele beweging, zonder dat die gaat kwakken of ineens een zink gaat krijgen, dat je soms ziet bij sommige vissers. Wat ook heel belangrijk is, je eerste roller, koop een dubbele roller. Waarom? Sommige vijvers... hier hebben we nu het geluk, maar sommige vijvers heb je niet de kans om je 10 meter hengel of 11 meter hengel in één keer achteruit te rollen. Daarom is het handig om een dubbele roller. Dan kan je, als je je hengel afbreekt in twee delen, het andere gedeelte op de andere helft leggen van je eerste roller. Je laatste roller, dat speelt weinig rol dat het nu een enkele of een dubbele is. Dat moet je zelf maar bekijken. Maar vooral, en ook... maak nut van een polsok. En zoals je ziet, mijn stok die hangt een klein lichtjes gespannen in mijn polsok. Als ik hem eruit neem, gaat hij boven mijn hengel komen. Daarom is hij ook altijd goed vast. En ook bij winderig weer blijft hij mooi veilig in je polsok steken. Dus, dit handig toestelletje beschermt niet alleen je hengel, maar zorgt er ook voor dat je in... en uit gemakkelijk met die hengel kunt shippen. Goed, ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten.
een beetje interessante dingen hebt opgestoken. En we zien je later, hopelijk in een volgende filmpje. Tot ziens!